Het vaartuig MB Sandaka die de veerdienst Suriname en Guyana vanaf vandaag verzorgt, is vanochtend veilig aangekomen te South Drain, Nikeri. Nadat de eerste passagiers voet aan wal zetten, is het vaartuig met passagiers vanuit Suriname teruggekeerd naar Guyana. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het vaartuig moet er $20 worden betaald voor een retourticket. De MB Sandaka kan ruim 150 passagiers en 15 voertuigen accommoderen. De boot is niet geschikt voor 20 en 40 voet containers en vrachtwagens met een hoogte en breedte van respectievelijk 3 en 2,7 meter. De Kanawaima veerboot die op 27 mei uit de vaart is gehaald, wordt nog gerepareerd. De MB Sandaka is in staat om 250 passagiers en 23 voertuigen te vervoeren.